Welke aflevering zitten we? Aflevering 3. Oké, top. Hey, dit is Sales Talk. Ik ben Massimo Wilti en hier beantwoorden we al jouw vragen voor marketeers, voor salesmensen. Waar worstel je mee op LinkedIn, in het salesproces, in je marketingproces? Want we geloven dat marketing en sales één zijn. Jij bent de smarketeer. En voortaan drink je espresso. We gaan alle vragen beantwoorden weer vandaag. We hebben vandaag een vraag over events, geloof ik. Events? Klopt dat, Willy? Events? Oké, let's do it. Op de old school telefoon. Hoi Massimo, met Thomas. Ik krijg maar erg weinig respons als ik ons aankomende event promote op mijn tijdlijn. Ik heb een groot netwerk, maar ondanks dat weinig views. Hoe kan dat? Ja, dat begrijp ik. Een event promoten op LinkedIn. Ik denk dat het prima is. LinkedIn biedt die feature. Het lastige is alleen dat op het moment dat je iets promoot, dat het ook vaak als promotie wordt gezien. En wat ik denk dat veel belangrijker is, ook in de digital sales transformation en social selling, dan gaat het over het echt oprecht weten wat de issues en de challenges zijn en de uitdagingen van jouw doelgroep. Als je dat goed weet en je maakt daar content over, dan kun je aan het einde van die content ook melden dat er een laagdrempelig event is of whatsoever. Eerst zorgen dat je de doelgroep raakt en dat je weet wat er speelt om hun verder te brengen naar de volgende fase. Oké, ik hoop dat je er veel aan hebt. Als je een vraag hebt als marketeer of salespersoon, stel hem hier in de comments of op Instagram of op Twitter of op LinkedIn, mijn persoonlijke profiel. Laat het weten. En als je een beter idee hebt over hoe je events kan promoten, maar hoe je dat anders zou kunnen doen, laat het ons ook zeker weten in de comments. Oké, dit was het. Tot de volgende aflevering. Ciao.